Hey allemaal en welkom bij deel 2 van het bouwen van de subtropische zwembadtuin. Nou, in deel 1 hebben we gezien hoe ik de schutting heb gestut. Ik heb palen in de grond gezet. Allemaal de voorbereidende werkzaamheden op het graven. Wat ga ik nu doen? Ik ga beginnen met de grond uitmeten. Van tot waar moet het gat uitgegraven worden? Waar moet de funderingplaat liggen? En ik kan de grond ook gaan markeren van waar komt dadelijk de veranda te staan. Nou, het gat moet minimaal 340 bij 340 worden. Dan kan er een zwembad van 3 meter in het midden in. Dan hou ik aan iedere kant 20 centimeter over voor de perisolatie en de betonnen buitenbak. Nou, ik heb mijn rode lak even gemarkeerd van oké, dit moeten we uitgraven. Dan hebben we de 3,40 meter bij 3,40 meter. Dan heb ik mijn marges. De veranda die er komt staan die is 3 bij 3 meter. Deze hoef ik niet af te meten, want deze vierkante rubber tegels zijn ook exact 3 bij 3 meter. Zoals je ziet, het gat overlapt de veranda. Ik moet eigenlijk ook verderop in het project. De steunpalen van de veranda gaan ook een halve meter naar achter gezet worden. Zodat de bewegende gemotoriseerde vlonder, welke over het zwembad heen valt, dat die ook onder de veranda weg kan vallen. Zeg maar. Dus zonder de palen te raken. Nou, de balken zijn gemarkeerd met rode punten. Dat zijn de plaatsen waar de palen in de grond staan. Waarom heb ik dit gedaan? Tussen de rode stippen moet ik recht naar beneden afgraven. Daarbuiten hoef ik niet meer te graven, dus daar mag ik een beetje rondgaan. Nou, doordat het bad rond is, hoeven we de hoeken niet uit te graven. Deze balken blijven dus altijd op de vaste grond liggen en kunnen daardoor ook het gewicht van de schutting blijven dragen. Ook al hebben we hieronder alles weggegraven. Nou, met de superhulp van ons vee, de ruimte is helemaal vrij van steentjes en klaar voor de graafwerkzaamheden. Nou jongens, we zouden het wel met de hand uit kunnen graven, maar dat is zo'n hondenwerk. Dus we hebben gewoon bij Jansen in Bergijk, we hebben een machientje gehuurd. Super ding en het gaat ook echt rete snel. Dat is een grote kuil. Ook hier zien we nog een paal in de grond zitten. Daarna schroeven we de betonplexplaten er tegenaan om het zand tegen te houden dat het zand niet kan verschuiven. Nou, vandaag is het de tweede dag van de graafwerkzaamheden. Aan deze kant zijn al twee betonplexplaten al tegenaan gezet. Daarachter is het opgevuld met geel zand. Vandaag gaan we die hoeken nog even wat dieper uitgraven, dat die ook tot op de 1,20 meter uitkomt. En dan kan de andere plaat er ook tegenaan, dan staat de grond ook stevig. Vervolgens kunnen we de rest van het zwembad achter mij ook helemaal eruit graven. We hebben nu 6 aanhangers zand weg afgevoerd en er moeten er nog 4 bij komen, ongeveer. Dus nog genoeg werk aan de winkel, maar met de goede hulp gaat dat helemaal goed komen. Nou jongens, er waren 2 dagen gigantisch hard werken. Er zijn 11 aanhangers met zand weggegaan, wat neerkomt op ongeveer 14 kuub aan zand. Het was beunen, maar het gat lichter. Nou jongens, dat was dan weer voor deze aflevering. In de volgende aflevering gaan we de bekisting maken en we gaan de fundering storten zodat deze vast uit kan harden. Dus tot de volgende aflevering.